De Wakai-pompen zijn weer optimaal in bedrijf. Landbouwminister Prelaat Siudien zei gisteren aan journalisten dat er weer benzine is geleverd en alle werkzaamheden gewoon voortgang kunnen vinden. Wel, sinds gistermiddag is alles op schema. Twee weken geleden waren we begonnen met het opstarten van de pompen. Die eerder een servicebeurt hadden gehad. We waren bezig alle kanalen weer vol te gooien met water. En wachten op de dag van 1 september. Maar ondertussen was er een vertraging in levering van brandstof. Waar er vorige week niet op tijd brandstof geleverd is geworden. Maar het is nu allemaal in orde. De minister zei dat de levering van brandstof gisteren heeft plaatsgevonden. Alle drie pompen zijn ingezet om het water te reguleren. Eerder deden zich problemen voor bij de Wakai-pompen. De machines worden namelijk ook gebruikt om het irrigatiewater voor rijstvelden te reguleren.